Ben ik in het Koninklijk Museum van Midden-Afrika om te bestuderen hoe en waarom iriserende kleuren in vogels zijn geëvolueerd. Melanine zorgt typisch voor donkere kleuren, bijvoorbeeld het bruin van dit vrouwtje, maar misschien nog kenmerkender het zwart in dit mannetje. En wanneer de cellen waarin die melanine voorkomt van vorm gaan veranderen en zich gaan organiseren in een speciale structuur, dan krijgen we wat we iriserende kleuren noemen. Zoals in deze spreeuw. Dus wat zijn die iriserende kleuren? Dat zijn heel mooie, heldere kleuren. In alle mogelijke kleuren van de regenboog. Maar wat speciaal is, is dat ze van kleur veranderen afhankelijk van hoe we er naar kijken. En dat kunnen we een beetje simuleren door eens te gaan draaien met deze spreeuw. En dan zien we dat die donkerder wordt, lichter wordt. En dat die zo een schijn krijgt. En we kennen dit van spreeuwen zoals deze. Maar misschien nog bekender. Een bekender voorbeeld zijn de kolibries, waar die kleuren ook typisch voorkomen. Maar voor de rest weten we eigenlijk niet zo heel goed in welke soorten iriserende kleuren voorkomen. En dat ben ik nu aan het onderzoeken. En daarom ben ik nu al deze lades aan het afgaan om te kijken welke vogels iriserend zijn en welke niet. En dit is één kast met verschillende lades, maar zo zijn er verschillende rijen. We zien bijvoorbeeld hier achter mij dat er nog verschillende rijen zijn. Maar dit is één kamer en zo zal ik zes kamers bekijken, verspreid over twee musea. En in totaal ga ik ergens tussen de 1000 en 2000 soorten vogels bekijken, om hopelijk een antwoord te bieden op de vraag van waarom zijn deze vogels iriserend.